Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Vandaag spelen we Metal Gear Solid 5. Laten we gelijk even naar het spel toe gaan. Zo. Hopsakee. Kiek eens aan. Daar zijn we weer, jongens. We vragen de heli om hier te blijven. Ah, zo. Kijk eens aan onze mannetjes. Fantastisch. Staff morale increased. Puur omdat ik hier ben. Ik geef een douche. En ik ga heel eventjes... Zo, ik ga even custom fire toggle aanzetten. Custom fire toggle is niet iets wat in dit spel zit. Wel in vorige spellen, dat maakt het zo gek. Dus ik heb een auto hotkey script geschreven om dat voor mij te doen. Super handig. We hebben gedoucht. We gaan terug de lucht in. What's up, boss? Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ik wel, ik heb er zin in. Alrighty. Zo. Ba-ba-ba-ba. Zo, hier zijn we dan, jongens. Terug in de helikopter. Zo, geluid eventjes aangezet. Ik heb een nieuwe boomarm. Want die oude die was een beetje lam. Dus ik heb een nieuwe boomarm. Hij is heel goed verstelbaar. Ik hoop niet dat hij al te veel lawaai maakt wanneer ik mijn polsen rust op de tafel. Als dat wel zo is, dan hoor ik dat uiteraard heel graag. We hebben een weekly league. We hebben meegedaan de vorige keer aan een weekly league. En ik heb een hele week lang niet gecheckt. You have finished. Oké. Vertel. Current short league. Nee, ik wil graag mijn ranking zien. Oh, die kunnen we hier niet terugzien. Oké, jammer dan. Nou, doen we het zo. We doen een nieuwe application. Hoe zit het in onze wekelijkse in plaats van onze daily? Doen we het goed? Doen we het goed in de ranking? Even zien. Draw, loser, loser. Oh, het gaat niet heel best. Even kijken hoor. Oeh, ik sta laatste in deze weekly ranking. Ik sta letterlijk laatste. Holy shit. Oké. Nou, kan ik natuurlijk hier iets aan doen. Ik kan de volgende match kan ik beïnvloeden. Met anti-ballistic missiles. Maar ik ga deze toch al hartstikke hard verliezen. We hebben punten, dus we kunnen ranked soldiers kopen. Ik heb besloten... om niet meer die soldiers op te sluiten in direct contact. Want het, ja, het is wel goed voor je... Het is wel goed voor je... Hoe zeg je dat? Zodat je die soldaten zeker weten houdt. En dat je dus je rank hoog houdt. Alleen ja, ze kunnen niet meedoen aan missies. Dan hebben ze dan wel weer... zo slim zijn ze dan wel weer geweest. Dus even kijken, wat is hier aan de hand? Scouting, plant surveying. Ja, we doen het gewoon goed momenteel. Dus ik heb momenteel maar één soldaat op direct contract... Krimi de Mimi, hallo. Ik heb maar één soldaat op direct contract en dat is Spying Harrier. En Spying Harrier is natuurlijk onze beste soldaat alle tijden. We gaan combat deployment gaan we doen. Eens even kijken, wat hebben we hier? We hebben uiteraard de sabotage missies die we moeten doen. Want onze soldaten in het veld worden allemaal veel te sterk. Dus we gaan eventjes wat sabotage missies doen. Zo. Hopsa. En die kunnen we dan niet doen. Nee, dat is prima. Dan hebben we nog een paar hele goede missies hier tussen zitten. We hebben ook nog een paar mensen onderweg, zie ik. Ja, oké. We hebben nog 3 missies onderweg. Dat kost nog een paar dagen. Maar dat is prima. We gaan even kijken bij base facilities. Kunnen wij onze base al upgraden? Dat zou mooi zijn, hè? FOB. R&D platform. Intel platform. Deze moet als laatste geüpgraded worden. Dan hebben we 2 volledige platformen. Dat is wel echt heel dik. We moeten ook hier alles nog eventjes minimaal naar 2 van de 2 tillen. Dus dat kost ons voornamelijk heel veel geld. Niet zozeer heel veel materials. Materials valt wel mee. Maar deze moeten wel eventjes naar 2 van de 2 getild worden. Ja, we zitten een beetje krap op de cash. Maar ik denk dat we dit wel gaan redden. GMP zou hier niet een probleem moeten zijn. Maar dat is het wel. Of ben ik gewoon blind? Oh, het is online GMP dan waarschijnlijk. Dat is natuurlijk anders. We kunnen heel veel resources verkopen. Dan, dat is echter wel slecht voor onze ranking. Onze online ranking. Parasites wil ik niet verkopen. Deze wil ik eigenlijk ook houden.
Ja, ik kan deze verkopen. Dat levert ons 200.000 op. Maar ja, is dat de moeite waard? Nee, niet echt. We hebben hier allemaal shit. We kunnen natuurlijk shit verkopen. Weet je? Eerlijk is eerlijk. Dus dit verkopen... Ja, het is niet echt heel veel. We maken wel winst op elk van deze dingen. Maar goed. Plants heb ik ook echt heel veel van. Sommige gebruik ik niet. Dit zou ons heel veel geld opleveren. Ja, zeker. Als we hier... Wat is het? Als we hier maar... Als we hier 5.000 van verkopen, dan is nog niet eens alles wat we hebben is weg. Dan zijn we al best wel rijk. Ja, willen we dat echter? Nee. Denk het niet. Levert ons wel echt heel veel geld op. African Peach. Die is volgens mij niet zo zeldzaam. Net als de digitale Purpurea. Weet je wat? We gaan hier gewoon een zootje van verkopen. Laten we zeggen 10.000. Hopsa. Best genoeg. Hopsakee. Ik heb door de Summer Sale zoveel oude games gehaald, zegt hij. Nice. Ja, daar is Summer Sale wel goed voor, ja. Okay, we gaan hier ook even 10.000 van verkopen. En opeens, dankzij al dat geld dat we erbij krijgen, krijgen we dus ook... Hele dikke research momenteel. We gaan eerst onze bases upgraden. Want ik denk dat de bases upgraden wel echt... Vooral als we terug aangevallen worden. Dan willen we natuurlijk dat de bases voldoende facility hebben. Eens even kijken. Ja, deze kan nog steeds niet. Niet vanwege het geld dit keer, maar vanwege de materials. That's fine. Deze kunnen we wel upgraden. Met geld en materials. Dan hebben we hier nog te weinig fuel voor. Hier hebben we nog te weinig fuel voor. Fuel is altijd een dingetje. We need more fuel resources. Oké. Bakken met fuel. We gaan support platform wel upgraden. Commencing platform construction. Kost ons een klauw met duiten, dat wil je niet weten. Please specify a project. Wat hebben we hier? Wat willen we allemaal hiervan? Hogere. Extra portable ammo voor Noctocyanin. Noctos, ja, yeah, sure. Pop. Oh hier, de Unarc. Oh, dit is wel iets wat onze matties gaan gebruiken. Die is misschien wel heel goed. Riot SMG, idem dito. Gaan onze matties ook gebruiken. Alles waar een groene naam bij staat, gaan onze soldaten gebruiken. Zeg maar, voor van alles en nog wat. Magnifier two-step. Oké, dat klinkt wel interessant. En we gebruiken heel veel sleep... Hoe zeg je dat? We gebruiken heel veel Sleep Sniper. Dus dat is wel een dingetje. Sleep Grenades gebruik ik echter niet zo vaak. Zou ik misschien wel meer moeten gebruiken. Maar ik vind het dan een beetje duur om te gebruiken ofzo. Nee, we laten dat voor nu wel even hangen. Buddy Equipment. Hebben we nog wat Buddy Equipment dat we nog moeten... Please specify a project. Just checking. Volgens mij heb ik alles al, hè. Qua Buddy Equipment. Ja. Yeah. De... Sniper van Quiet, ja. Ja, en zelfs de F-Ballista. Ja, dat hebben we allemaal. Helikopter waarschijnlijk ook alles. Just checking. Oké, we hebben nu ook de duurdere helikopter dingen geëquipt. Een helikopter roepen is niet zo super goedkoop meer. Maar that's fine. Security devices. Dit is misschien wel even belangrijk. Please specify a project. Ja, want we hebben hier dus allerlei dingen die we niet kunnen kopen, omdat we echt te weinig materials hebben. Ja, hoe komen we aan deze materials? Waarschijnlijk is de beste manier gewoon andere spelers farmen. Anti-trank. Oké. Anti-trank kunnen we nu doen. Gaan we nu doen. Want dat is wel echt, echt heel goed. Okay, dat betekent dus dat low-level tranquilizers niet meer werken op onze guards. Over onze guards gesproken, we hebben security settings. En we hebben hier van alles en nog wat. We zijn onlangs geraid, defense failed. Hier, defense successful. Kijk, zo doen we dat graag. Ja, we hebben dus allerlei... we moeten eventjes onze settings aanpassen. De basic settings. Preparedness highest. Ik wil gewoon op... All platforms, all FOB's, de hoogste preparation. Ik wil ook on all decks wil ik dat mensen lethal gaan gebruiken. Ik wil dat onze guards limiteren op S rank.
Dan hebben we mid-range, long-range. Dat maakt niet zo heel veel uit qua defense rank. Security cost blijft ook nagenoeg hetzelfde. Oké, dan gaan we voor long-range. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Special swim gear. Nee, nee, ik hoef geen swim gear. We gaan voor... even kijken. We gaan voor, ja... Equipment grade 11, als dat kan. Ja, sure. Kan niet overal, maar dat is prima. En even kijken of we nou... Ja, dan is non-lethal is wel echt heel interessant. Sure. Apply to all platforms, all FOB's. Top. Mooi. We hebben een goed verdedigbare basis. Check. We doen er eventjes. Sorteer alles. Staff assigned. Heb ik dat goed gedaan? Jawel, hè? Staff assigned. Nee, ik had het niet goed gedaan. Ik had de verkeerde knop ingedrukt. Maar that's fine. That's fine. Oké. Okay. Missions. Ja, laten we eens even kijken. FOB missions. We hebben dus gewoon andere dudes op andere bases. Dus eerst eens eventjes kijken of er ook nuclear equipped targets zijn. Nee, helaas niet. Dan is er ook een event gaande. New World Order. Even zien. Kill count. Oké, dat zijn niet hele beste soldaten als ik het zo zie. We gaan eens eventjes kijken. Even zien. Neutralized 10 security guards. Infiltration successful. Within 330 seconds. No kills, no alerts. Fulton 5 guards. Neutralized 5 guards with handguns. Oké, dus dit wordt handgun snipping. Prima. We gaan het eens proberen. Wij gaan het eens proberen. Heading to FOB. Oké. We gaan hiervoor een andere character kiezen. Uiteraard Spying Harrier. Yo, wil je eventjes je... even zien, je Steel Grey outfit aandoen, dankjewel. Met balaclava, dankjewel. Zo, equipment. Deze is wel wat te heftig. Deze is misschien ook te heftig. Dit is de minimale. Pistols. Oké, equipment. Tools. Sure, wormhole device. That's fine. Hoeveel hebben we er nodig? We moeten 5 Fultonen. En that's basically it. We gaan voor echt minimale equipment. Kost ons helemaal niks. Spying Harrier. Even zien. Als we nou een andere character doen, even kijken. Fire Hyena. Ja, deze zijn allemaal. Zeg maar richting de. Oké, hier krijgen we 1,90 voor Sinister Gibbon. Deze krijgen we 2,0 voor Doom Kangaroo. Kijk, dat klinkt heftig. Athlete, fast sprinting. Oké. Okay. Waar krijgen we allemaal twee keer puntenwaarde van? Dat is even belangrijk, hè? 2 keer puntenwaarde. Ik denk dat hier allemaal niet meer 2 keer puntenwaarde is. Nee. Nee, zelfs minder dan dat. Een keer 0, nog wat. Ja, we kunnen Ocelot of Quiet gebruiken. Maar dat is, vind ik niet echt heel interessant. Nee, we gaan voor Spying Harrier, onze Bionics expert. Commence the mission. Vakantieganger. Hey, Jeffrey, jongen. Ik hoop dat het hier niet te donker is, maar ik heb de gordijnen dicht, want anders dan wordt het hier zo warm als de zon hier op het raam schijnt. Speciaal voor Jeffrey. Een pak taxi is weer aanwezig. Oké, wat is ons doel? Ons doel is FOB's overnemen. We gaan alle platforms even bij langs. We gaan kijken wat er allemaal te jatten valt hier. En als het niet interessant is, dan zijn we hier ook zo weer weg. De taxi is terug, jawel. Oké, nou is deze dude niet zo heel goed in niks eigenlijk. Nee hoor, niks contact, hou op. Dat is een pop. Okay. Oh, de zon komt ook nog eens op. Subject on board. Leave the rest to us. Oké, nu moeten we toch echt eventjes gaan opletten.
Want wij worden nu waarschijnlijk... Ja, we moeten wel echt hebben... Oh, shit. Schilden we niks. Oké. Ik had toch echt eventjes alle dingen ze mee moeten nemen. Alle... Oh, fijn. We hebben te weinig dingen ze nu. Te weinig fultons. Kijk, ik moet dit doen. Bij 5 van die kringen. Maar ik wil ook die containers meenemen. Vooral die... die precious metal container. Oké, dat is één van de tasks. Dat is fantastisch. Top. 2 van de tasks. Oké. Ik neem de precious metals mee. Precious metal is altijd wat waard. Ik neem de fuel mee als hij het heeft. Dat is fuel resources. Dit setje van 3 nemen we mee. Ik moet 1 overhouden. 1 zo'n export voor... hoe zeg je dat? Een anti-air emplacement. Ik moet er 1 van overhouden. Wat is dat dan? Dat is biological. Ik hoef geen biological. Ik neem common metal neem ik mee. Ik neem minor metal neem ik mee. En dan heb ik er 1 over voor de anti-air. Oké, check. Nou, good enough. Analysis complete. Oké, deze gast gaat in de weg lopen, dat weet ik nu al. Dus je moet wel eigenlijk eventjes op zijn achterhoofd schieten. Oké, die is neer. Moet ik verdorie die gun vinden hier. Oké, wat ga je doen? Ga je direct op me af? Ja, hè? Dat ben je ook een slim kind, jongen. Oké. Waar is die anti-air gun? Oh, shit! Oké, hier is de anti-air gun. Oké. We hebben nu nog maar 1 taak. Overleven. Oké, dat scheelde weer niks. Hopsa. Tactical knockdown. Oh shit. Nee, kom op. Oh shit, ik ben wakker. Dat telt me. De spionagescore gaat er wel aan, maar... Oh, als het goed is horen jullie ook de hele tijd als ik op toetsen druk nu. Dat is misschien niet al te handig. Maar ja, je moet wat. Die arm die moet hier hangen. Ik kan niks anders. Ik ga wel even prutsen. Als het echt te intrusief is, ik ga het wel even naluisteren straks. Maar... Anders moet ik eventjes mijn toetsenbord op een kussentje leggen of zo. Dat kan natuurlijk wel. Oké, niet zoals gepland. Maar best oké. Gaat even duren.
Hopsa. We're in. Oké. Okay. Niet alles gefixt. We waren sloom. Allereerst. We waren traag. En we zijn gezien uiteraard. Dat mag ook niet. We krijgen allemaal resources. Bakken met geld. Ja, we moeten dit inderdaad gewoon vaker gaan doen. Want we kunnen wel die codenames proberen te fixen. Maar ja, daar verdienen we niks aan. Oké, we krijgen een paar elite soldiers. Elites zijn helaas niet meer wat wij zoeken. We zijn echt op zoek naar de legendary soldiers momenteel. Maar we gaan eens eventjes kijken naar de andere platforms. Want volgens mij is hier flink wat te verdienen. Oké, New World Order. Ja, daar wil ik toevallig net heen. Dus dat klopt. Oké. Maar we krijgen puntjes hiervoor. Die puntjes kunnen we gaan gebruiken voor dingen zoals weapon color, base color. Dat is allemaal heel interessant. Maar het voornaamste gaat mij om de staff. Je kan staff krijgen. Ik ga even kijken. We gaan eventjes een paar bakkies doen. Ik wil het ook op hard doen. Even kijken, wat is dan op hard? Dan zijn de dingen gewoon moeilijker. Oké. 7 security guards, 10, 15 security guards. Oké, krijgen we wel meer points voor. Oké, en ook meer tijd. Sure, ik wil dat wel eens proberen. Oh, dat zijn ook gelijk 4... dat is wel erg moeilijk. 4 platforms, dat is wel erg moeilijk. Vooral met zo'n tijdframe. Deze hebben we cleared. We gaan naar de combat unit platform. We gaan inderdaad wel onze... hoe zeg je dat? Equipment, tools. Die willen we wel echt meer van hebben. Zo. Select character. Steel gray. Dat is prima op zich. Weet je wat? Die balaclava, die hebben we niet echt nodig, hè? We gaan gewoon zo. Gezicht. Ja, dit zorgt wel voor iets meer... A means to escape detection. Ik lees dat als... hoe zeg je dat? Ik lees dat als... Betere... Ik lees het als betere stealth. Misschien heb ik wel gelijk, misschien niet. Oké. Let's go. Kun je wel wat zien zonder bril? Ah, waarschijnlijk lens in. Pas van de oogjes, jongens. Gaan we dan. We gaan uiteraard voor de pistol. Oké, dus we moeten een x-aantal soldaten en fultonen. Headshots met handguns. Nou, dat kunnen wij wel. Die gast is nep. Die ook? Nee, die niet. Die is wel. Oké. Daar is eentje. Even vlug taggen. Ja. Je wilt ze wel getagd hebben, anders dan weet je niet meer waar ze zijn. Oké, jij gaat mee. Die gaat wel mee. Analysis complete. Hey, he's coming too. Roger that. Kom omhoog dan met je hoofd. Ja, top. Sta even stil dan. Ja, top. Oké. Jij mee. Ik heb niet heel veel kogels met deze. Misschien moeten we toch eventjes een betere gun. Ik heb het idee dat er wel meer soldaten zijn dan dat wij kogels meenemen. Dat wil ik niet meer geweten hebben. Straks zonder kogels komen te zitten. Dan kun je ze alsnog wel neerslaan, maar ja, weet je, het is makkelijker als we ze kunnen schieten. Oké. Dat is nog een handgun headshot. Prima. We moeten er in totaal 7 guard neutralizen, volgens mij. Nou, dat kan wel. Dat kunnen wij wel. Oké. Genoeg guards gefultend in ieder geval. Dat is ook een vereiste. Een aantal guards filteren. We nemen deze containers mee.
We hebben altijd tekort aan materialen, dus we nemen alle containers mee. Oh, er staat een guard. Die heeft hier een mening over. Hoppa, die gaat eraan. Oké. Okay. We hebben nog, wat is het? 21 kogels. Ik denk wel dat we het redden zo, maar... Misschien is het toch better to be safe than sorry, zegt ze dan, hè? Dus, Oké, we moeten de anti-air gun moeten we nog vinden. Ik denk dat ik het wel gezien heb. Ja, top. Die gaat mee. Ja, A+. Voor een A+ character ga ik niet uit de weg. Oké, daar loopt een meneer. Die is veel te ver weg voor onze handgun om te pakken, maar... Oh shit, ik wil niet staan. Oké, twee meneeren. Oh shit, hallo. Waar komt hij opeens vandaan? Oké, we gaan weer voor zoveel mogelijk punten. Crisis, ik wil hier niet zitten. Ga weg. Oh, die was een neppert. Ceasefire. Dat is ook een neppert. Okay, die even uitdoen. De camera is in ieder geval... Oké, die gaat mee. Die gaat neer. Oké. Ik had blijkbaar nog niet genoeg headshots gedaan. Geven het op. Daar moet ik in. Oké, ik wacht hier wel. Oké, tot dusver gaat het nog niet heel erg vlekkeloos. Ik moet er even inkomen, hè? Even inkomen. De vingers knakken, hè? Oké. Okay. Zijn niet gevonden, let's go. Oké. Extraction arrived at Mother Base. We krijgen zo wel mooi wat anti-air cannons erbij. Dat is ook wel fijn. Oké, we krijgen hier fuel resources van, die hebben we gejat. Dat is wel fijn. Ik krijg ook nog een paar van het complete van de missie. Is ook niet verkeerd. Oké. Okay. Port. Oh, we hebben een legendary volunteer. Oké. Okay. Eentje maar. Okay. Dat schiet echt niet op. Hoe was het in Friesland? Ja, Friesland was wel lekker. Eventjes bij wat vrienden geweest. Even chillen. Even een potje bier. Ja, was wel gezellig. Ja. Duurt altijd zo lang even dat hij dat door heeft. Oké. Combat deployment. Ja. We hebben nog steeds geen ruimte voor andere missies. Dus we gaan terug naar FOB missions. Nee, weet je wat het is? Friesland is gewoon altijd lekker rustig. Friesland is gewoon lekker ouwe hoeren. Lekker ergens zitten en lekker niksen. Dat is voor mij Friesland. Dat is echt heerlijk.
Okay. R&D platform. Deze is met name heel kut. Ik wil trouwens heel eventjes kijken bij de points. Zijn er dingen die ik nog moet unlocken die ik nog niet heb? Dus ja, hier een aantal weapon colors. Een flink aantal weapon colors. Ga ik die weapon colors gebruiken? Nee, zeer waarschijnlijk nooit. Oké, okay, die snakeskin is wel de... Onmeunig dom bierzoepen. Ja, nou ja, dat. Ja. Ja, eigenlijk wel. Weapon colors. Ga ik deze unlocken? Ik ben helemaal niet van de cosmetica wat dat betreft. Ik hoef geen... Oké, die swimsuits die heb ik al. Die heb ik waarschijnlijk met een ander event geunlocked. Ja, dus het gaat ons puur om de staff. Dus we gaan gewoon punten verzamelen. Gewoon lekker dom punten verzamelen. Dat gaan we doen. New World Order. FOB. R&D. Heading to FOB. Oké, wat zeiden we nou over dat pistool? Zo'n beetje... Een beetje krap, hè, af en toe. Moeten we de sniper erbij? Dan hebben we tenminste wat meer kogels. Ja, hebben we een backup. Hebben we een backup sniper. En wat kost het ons? 4 van die plantjes. Nou, die krijgen we wel terug. Alright, commence. Dit is loadout 3. Is dit niet exact hetzelfde als loadout 1 trouwens? Nee, loadout 1 heeft een rocket arm erbij, maar die kan ik niet eens gebruiken met dit character, dus nee. We gaan voor deze loadout. Ja, wacht even. Moet ik het wel even goed doen, hè? Zo, want dit is de El Cheapo. Dit is altijd de goedkoopst mogelijke loadout. We gaan even deze erbij pakken. Select equipment, primary, die is goed. Die is goed. Secondary. Oh, hier zit ook de rocket, daar kunnen we ook niks mee. Oké, okay. Hier mag. Oké, okay. We pakken deze. We doen niet moeilijk. Zo. So. Commence. Ik ga wel eventjes de airco aanzetten, jongens. Als die te veel lawaai maakt, hoor ik het graag. Want lawaai maakt hij, zeker. Ik vind dit nu al een veel betere optie. Het is ook veel te warm om te gamen, jongens. Moeten we ook niet willen, hè? Oké, eens even kijken. Waar is iedereen? Oh, ik zie daar iemand. Analysis complete. Zo, we hebben het huis. Komt hier niet boven de 22 graden. Nou, heb jij mooi geluk, jongen. Nee, we hebben hele goede isolatie, maar dat werkt twee kanten op, hè. Nee, het is hier denk ik 25 graden. Het valt ook nog wel mee, maar... Maar toch. Als het even niet hoeft. Oké, laat hem maar naar beneden komen. Of gaat hij nou de reinforcements bellen? Dat zou echt kut zijn. Subject on board. Leave the rest to us. Laat maar komen dan. Hopsa. Zon schijnt nooit naar binnen. Dat is wel echt heel fijn. Ja, we hebben een balkon oost en een balkon west. Dus ja, we hebben eigenlijk de hele dag zon. He's coming too.
Oké, we hebben hier allerlei kratjes. Oh, mist. Kijk eens aan. Dat is wel echt gunstig. Oké, mist. Ja, daar word ik wel vrolijk van, ja. Analysis complete. Jongens, kom op. Zo. Ja, daar is de mist. Fantastisch. Kan ik tenminste rechtop lopen? Gaat allemaal wat sneller. Analysis complete. Zo, in zijn reet. Hopsa, hij ook. Kijk, zolang ze vallen, maakt niet uit welke kant op, dat is niet langer mijn probleem. We moeten de anti-air gun moeten we nog even fixen. Ik denk dat we die aan deze kant vinden. Jawel. Oh, dat is niet zo gunstig. Even door. Oké. Zo, en het achterhoofd. Deze gast is nep. Oké, die moeten we al passen. We kunnen hier namelijk niks zien. Where are your friends? Oh, oké. Where are your friends? Mooi, weten we nu er... Oh, daarboven loopt iemand. Ja, oké, fijn. Dan weten we dat. Dan moeten we daar naartoe. Oké. Twee meneertjes hier. Oh, hoe kon je die nou missen, Jan? Oké. Volgens mij is deze vlekloos gegaan. Bijna. Ja! Infiltration successful. Lekker dan. Nee, we missen één task. Wat hebben we gemist? Oké. Even kijken bij de puntentelling dan, want we hebben blijkbaar iets gemist. Wel een hele bak met geld. Lekker. Espionage score. Even kijken. Within. Oh, we waren niet snel genoeg. Right. Oké. Nou, als dat het enige is. Niet snel genoeg. Oké. Maar voor de rest krijgen we dus op vrij natuurlijke wijze krijgen we alle punten. Dus dat scheelt. Oh, rewards. Wat is hier gebeurd? Oh, al die FOB, al die combat deployments. Ja, tuurlijk. Nou, doen we die ook maar even. Zo. Oh, dat was er maar eentje. Oké, nou, prima. FOB missions. Oké. Base Development Platform. Die hebben we nog niet gehad. Oké. In de eerste paar rondes gaan we waarschijnlijk die tijd helemaal niet redden.
Want ja, het probleem is, ik wil ook al die resources hebben. Kijk, de tweede, derde keer dat ik er doorheen ga, dan kunnen we een keer op tijd gaan focussen. Komt hij dan, hè? Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss. Okay. Waar gaan we heen? Hier naartoe. Hier zo gelijk al dudes? Nee, hè? Ik zag er wel eentje, maar... Die is nep. Jongens. Scheelde weer niks. Ik zie hier ook maar één kratje staan. Dus dan zijn we hier ook snel klaar. Ik weet niet wat sneller gaat. Of gewoon lopen of... Oké, we gaan deze wel even meenemen voor de zekerheid. Volgens mij zijn we er al wat betreft het aantal kills. Mooi direct pad naar de exit. Okay, we worden bijna gezien. Volgens mij was hij de laatste. Geen idee waar die is. Nou, dan neem ik deze ook maar mee. Deze heren. Voordat ze wakker worden gemaakt. Ah, daar is die. Kijk, dat scheelt al, hè?
Ik hoor een regroup heel dichtbij. Ik vraag me af hoe ze weten dat ik niet bij hun hoor. Dat is wel echt een dingetje. Ze zien er allemaal praktisch hetzelfde uit. Dat is het geluidje waar ik op zat te wachten. Nou, we nemen gewoon iedereen mee nu we toch bezig zijn. Hè? Jij gaat mee. Oké. Waar gaan we heen? Hier naar boven en dan gewoon naar de uitgang. Volgens mij is het platform leeg. Hopsa. Infiltration successful. Extraction arrived at mother base. Gaan we weer. Oké. Hier kregen we wat fuel resources van containers. We kregen ook direct wat resources als mission reward. En een A-rank soldier. Dus dat is prima. Dan krijgen we weer een bak met geld. Eens even kijken. Victory points, staff rank bonus. Die staff rank bonus die heeft helemaal niks te maken ook met dit hele event. Dus ik kan net goed Snake spelen, denk ik. Ja. Ik denk dat ik Snake ga spelen in de volgende. We hebben niet voor niets Demon Snake ontdemond. Oké. Combat deployment. Here we go again. A++. Dus de staff recruitment stellen echt helemaal niks voor. Deze doen we er wel eentje van bij. Ja, en dan wachten we gewoon even totdat iedereen thuis is, denk ik. Maar weet je wat? We kunnen wel eventjes wat resource missies gaan doen. Kost 3 dagen deze missie. Jemig. Het kost allemaal S-soldaten. En dan gaan we er nog een hoop van verliezen ook. Oké. Ja, ik zit even te denken, wat is interessant voor ons om te doen? Ik denk die S-plus missies, ja. Oké, welk team heeft de meeste versterking nodig? Laten we daar even naar kijken. All staff. Staff assigned. Ja, ik denk toch combat unit. De rest is al level 100, zeg maar. Dus gewoon, we hebben gewoon combat mensen nodig, oké. Combat deployment. Doe maar staff headhunting voor deze. En staff headhunting voor deze. Unit dispatched. Nou, doe dan voor de rest ook maar eventjes. Sure, doe eens gek. Doe die maar. Unit dispatched. Nou, dat was hem wel. Ja, FOB missions. FOB missions. High ranking infiltration. Dat is wel erg leuk. Even kijken naar de point exchange. Wat kunnen we allemaal kopen?
Nog steeds geen nieuwe units kopen. Het kost ons echt heel veel punten om 3 S-rank soldiers erbij te krijgen. Of 5 S-rank combat soldiers, S++. Dat kost ons echt heel veel moeite. Ja, we kunnen die Aesthetica kunnen we kopen. We hebben hier, wat is het? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat kost ons 4000. Nee? 45.000 om dit allemaal te unlocken. Weet je, dan hebben we wel alles geunlocked. En dat is dan ook alweer een dingetje. Nou ja. We gaan het wel zien. Support platform. Here we go. Support platform. We gaan gewoon landen op de plek waar we willen landen. En we gaan inderdaad Snake spelen. Dus niet Spying Harrier, maar gewoon Snake. Snake in Steel Grey met Scarf. Dat is prima. Willen we Bandana? Nee, is niet nodig. We zien, dit is dus onze minimale loadout. Dat gaan we niet gebruiken. We gaan onze andere loadout even aanpakken. En hier hebben we inderdaad te maken met deze twee. Dat klopt. Deze en deze rocket arm gaan we er even weg doen voor een golden arm. Of een silver arm. Silver, gold, het is allemaal... Maakt allemaal helemaal geen flikker uit. Het is allemaal gratis. Ik vind silver vind ik wel mooi passen bij grijs. Even zien. Support weapons. Nee, items. Ja, we hebben hier Noctuyen. Noctuyen willen we niet hebben. Kost ons namelijk allemaal extra goud. Of cash. Alright. Commence mission. Oké, gaan we dan. Bidibidibidib. Bas is tenminste aanzienlijk wat sneller. Wat handiger met dingen. Ik zou zweren dat ik iemand zag staan. Misschien word ik gewoon moe. Oké, die meneer die wil, die heeft me door. Die meneer heeft me ook bijna door. Daar is nog een meneer. Ik ga hem in zijn hoofd schieten op het moment dat hij omdraait en de trap neemt. Ah. Nee! Verdorie. Oh, ze nemen me mee. Wat is dit? Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Holy shit. Ik ben gepakt. Eerste keer dat ik Snake speel, word ik gelijk gepakt. Wat is dit? Oké. Okay. Nou, nog een keer. Oh, dan zijn we mensen terug van Combat Unit Level Up. Oké. Okay. Dat is wel gunstig, dat is wel fijn, hè? Okay, combat deployment. Nee, deze is nog steeds good to go. Ja, doe die maar erbij. Doe eens gek. Doe eens gek. FOB. Foppen. We kunnen ook een echt iemand gaan proberen te overvallen. Dat is misschien ook wel grappig. Wins. We moeten natuurlijk wel eventjes kijken. We zijn technisch gezien beter dan deze meneer. Zijn tweede FOB. Pakken we hem even op een zwakke plek. Zoals het Combat Unit Platform. R&D Platform. Intel. Ook niet slecht. Base Dev Platform. Ik denk dat we hem op het Combat Unit platform willen pakken. Oké, ze zijn lethal. Ze hebben hier allemaal slechte soldaten. Zag ik dat nou echt? Super slechte soldaten. Ja, dat zag ik inderdaad echt. We gaan het gewoon proberen. Nou, wacht even. Voordat we verder gaan. Grapje. Want
Als hij lethal heeft, dan heeft hij waarschijnlijk ook helmen en dergelijke. Nuclear burb. Kijk, hier staat dan van, oh, ik heb allemaal S-rank en A++ en S++ soldiers. Nou, dat is allemaal dikke prima. Hij heeft niet heel veel resources in zijn bezit. Deze meneer die heeft, deze meneer heeft wel heel veel resources. Kan wel eens de moeite waard zijn. Heel veel S-soldaten. Ik vraag me dan af waarom. Waarom zeg maar, oké, dit is allemaal A++ tot en met D. Heel hoog defense level op al zijn platforms. Dat is wel echt een dingetje. Hier ook. Hier heeft hij allemaal level 4. Erg nice. Deze ook allemaal level 4. Jemig. Deze meneer speelt al heel lang Metal Gear Solid. Dat kan ik je wel vertellen. Kijk maar, hij heeft allemaal A++ soldaten hier staan. En hij heeft wel S++ soldaten, maar ja, die krijg je natuurlijk nooit. Oké, dat is wel echt te lastig. Retaliation. Ik heb geen retaliation of indirect retaliation. Kijken. Hebben we hier nog. List of rivals who have infiltrated your FOB. Oké, deze kan ik allemaal niet. Niet retaliaten. Security challenges. Dat is ook een dingetje. Nee. PF's of equal grade. We pakken er wel even eentje. Pak er wel even eentje uit. Maar ja. Kijk, het beste is natuurlijk, en dat klinkt heel stom wat ik nu ga zeggen. Het beste is als we al hun guards gewoon doodmaken op het platform. Deze heeft allemaal A-guards op het platform staan. Oké. Nou, dan gaan we inderdaad gewoon voor de lethal. Support platform geeft ons gegarandeerd fuel resources en S. En geeft ook een aantal volunteers. Dat is zeker nice. Volunteers van alle soorten. We gaan gewoon voor de command platform. We gaan gewoon voor de big boy. En we gaan voor character. We gaan eventjes voor niet uniform steel gray, maar gewoon voor de sneaking suit. Ja, we gaan even voor deze. Anders wordt het te duur. Ja, weet je wat? Nee, het idee is niet gezien te worden, toch? Sure. Equipment. Primary. Oké, we moeten eigenlijk even zien. Een goede gun hebben. Is wel erg duur ook deze. Sure, ik neem gewoon deze gun mee. Grenade launcher of shotgun is niet echt interessant. Ik wil graag een goede sniper. Goede sniper. We kunnen voor de Brennan gaan. Brennan is headshot central. Die gaat overal dwars doorheen. Oké, de Brennan. Doen we. Woo pistol. Dat is prima. Maar misschien is het beter om een gas... deze laat gas los. Die heeft maar een paar kogels. En niet heel veel range. Ik wil hem wel een keer proberen. We gaan hem proberen. Het kost ons een klauw met duiten. Maar goed. Hè, je moet ergens beginnen. Rocket arm. Want rocket arm is het best. Okay, support weapons. Alleen de magazine. Sure. Sure. Items. Wil ik de night vision hebben? Night vision goggles. Wil ik ook een box hebben? Nee. Accelerum in. Dit is dus voor het marken. Dat is wel heel fijn. Tools. Dat is prima. Dat wordt een duur grapje. En weet je wat? Die doen we eraf. Dat wordt wel erg duur inderdaad. Oké, sure. We gaan die rare pistool eens proberen. Dat is blijkbaar een pistool op basis van gas. Let's do it. Nacht. We gaan wel in de nacht dit keer. We gaan niet ASAP. Dit wordt spannend. Ik heb namelijk geen flauw idee hoe goed hun team beveiligd is. Hier gaan we even voor zitten. Oké,
shit. Oké, we moeten headshots doen. Anders dan komt niet goed. Ze hebben dus van die helmen. Oké, we krijgen hier ook minder heroïsme van. Oké, ik ga deze proberen. Ik ben echt heel benieuwd. Wat dit precies. Het is dus een gaspistool. Oké, platform clear bonus. Hij heeft hier camera's neergezet, de bastard. En zijn dudes zijn echt heel erg perceptive. Ik heb echt het idee dat het niks doet. Oké. Ik heb echt het idee dat die gun helemaal niks doet. Oké. We doen klaarblijkelijk iets verkeerd. Hadden ze misschien inderdaad eerder met onze Rocket Fist moeten aanvallen of zo. Maar ja. Dat is ook weer problematisch. Please select a mission. Unit dispatched. Oké, FOB missions. Gaan we eerst verder met oefenen. Support platform. Heading to FOB. Ja, doe hier maar weer gewoon de rain off. Doe hier maar weer gewoon de woe. Rocket arm even weg. Voor silver. Support weapon. Ja, tools. Night vision achteruit. Oké. Oh ja, we moeten natuurlijk eventjes weer ons outfit uitdoen, want die kost te veel. Kijk eens aan. Ik denk dat we gewoon een beetje te zelfverzekerd zijn. Ik denk dat we daarom inderdaad gewoon moeizame progressie maken. Moeten we ook niet doen, hè? Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss.
Oké. Wordt gecheckt. Analysis complete. Okay. Subject on board. Leave the rest to us. We gaan heen. You gotta extract him. Subject on board. Leave the rest to us. Okay. Analysis complete. Analysis complete. He's coming too. Roger that. CP, this is Delta 2. Something was looking into here. Hey, please advise. Over. This is CP. Understood. High security and stay alert. Out. Okay, here we go. You gotta extract him. Clements approaching. One o'clock, regroup. Dory. Okay. Oh, ik heb beschoten vanuit ergens, maar dat is zo niet waar.
subject on board. Leave the rest to us. Alright. Made it. Infiltration successful. Extraction arrived at Mother Base. Goed genoeg. Pom pom pom. Paladam. Okay. We volunteers die gelijk weer worden ontslagen. Super zonde, maar goed. Het is niet anders. Okay. Mother Base. Oké, die zijn nog een paar minuten bezig. Kunnen we er nog wel een FOB'tje tegenaan gooien? Oké. Intel platform. We gaan naar direct naar de Intel. We slaan gewoon het eerste gedeelte over hier. Deploying. Met onze steel gray camo. Zit ik bewogen. Oké. Hij heeft de hint gesnapt. Hij niet. Subject on board. Leave the rest to us. Got it. Hostile. Oh shit. Okay. Wakker worden.
jongens. Oké, er werd iets van slaapgas gebombardeerd of zo. Slaapgasgranaten. Ik hoop dat ze nu allemaal deze kant op komen. Worden daar een regroup? Zijn ze daar ergens gaande? Of beeld ik me dat nu in? Neppert. Oh, jij bent niet nep. Kolverspilling. Oké, ik neem gewoon alles mee, ja? Alles wat los en vast zit. Vliegje. Zo. Subject on board. Leave the rest to us. Talk. Where are your friends? CP, this is Zulu 10. We finished our search of the area. Couldn't find anyone. Over. CP, understood. Eerst even een half uur kijken wat de fuck is dat. Als ze die plek onderzoeken, ben ik al lang weg. Shit. Oh shit. Shit, ze zien ons. Deze gaat lang duren. Yeah.
Heel goed. Te dun om te raken. Oké, daar komt hij. Sjapje appelgebakje, kom op. Oké, ga je maar mee. Hij is dood. Nu gaan we terug omhoog. Nou, dan moeten we maar gewoon wachten tot hij die tot de alert status voorbij is. Dit kan nog wel even duren. What the fuck? Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Okay. Ja, dat was wel heftig. Ik sprong opeens van het gebouw af. Ja, dat was niet zo slim. jongens. Wel 4000 punten erbij. Sure. Ga gewoon lekker door. Nog meer rewards. Ja, top. Combat deployment. Ja hoor, komt u maar. Doe maar die. Unit dispatched. Caution. Serieus, nog een actieve? Ja. Oké, 2 minuten. Tijd voor mij om even naar het toilet te gaan.
Zo. Daar zien we weer. Oké. Okay. De ambush. Ambush missie is ook terug. We planten er weer even eentje achteraan. Please select a mission. Doe maar. Ja. Staff recruitment S. Kost ons bij A'tjes. Krijgen we bij S'jes voor terug. Ik vind dikke prima. FOB missions. Onze score, FOB score, is erg hoog. Maar ik betwijfel. Betwijfel of dat terecht is. Oh, een nuclear equipped target. Oké. Okay. Ja, dan moeten we naar zijn main command platform. Pak jouw nuke, vriend. Oké, okay, we gaan het sneakend doen. Loadout. Deze loadout. Ja, dat is best, joh. Commence. We gaan kijken of wij zijn nuke kunnen afpakken. Dat is wel echt heel spannend. We moeten namelijk zoveel mogelijk nukes uit de wereld helpen. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. De bedoeling is dat wij het gewoon ongezien gaan doen. Zo weinig mogelijk interventie. Zolang we niet gezien worden, is alles goed. Wat voor helmen dragen ze? Ze dragen te zware helmen. Oké, okay, we kunnen ze wel raken. Okay. Je kan ze dus wel raken, maar niet echt heel makkelijk. Camera heeft me gezien, verdomme. We worden echt heftig beschoten. Ah. Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Ik moet wel echt mijn night vision goggles meenemen, gewoon zodat ik iedereen alles kan zien. Night vision goggles zijn misschien niet het meest fantastisch om naar te kijken als je, zeg maar, gewoon als je op mijn scherm meekijkt, want het is allemaal twee kleuren. Maar het helpt wel enorm. Oké, okay, ik mag nu ook niet meer bij hem proberen. New World Order, yes. Het is tijd om de Intel platform te doen. Heading to FOB. Items, night vision goggles. Het kost ons wat meer, maar het is zo de moeite waard. Oké, okay, we moeten ook eventjes zonder scarf. Ja. Scarf voegt namelijk niks toe, dat ten eerste, maar dan zijn we ook weer eventjes bloedvrij. Nighttime deployment only. Let's go. Intel platform. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB. You can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss. Okay.
kijk. Dit is... Oh, ze hebben... Oké. Okay. Moeilijker te zien zelfs. Oké. Okay. Analysis complete. Analysis complete. Oké, okay, hij hoorde me gewoon simpelweg niet. Dat scheelt. Waar is hij? Where is this bastard? Oké, okay, tag hem. Analysis complete. Oké. Okay. Hij is waarschijnlijk niet heel interessant qua stats, maar ik wil hem hebben, want hij gaat het alarm erop gooien als we gezien worden. Analysis complete. Analysis complete. You can extract him. Analysis complete. Twee dudes. Drie dudes. Oké, hij en hij. Mooi. Jij gaat mee. En jij gaat mee. Jij gaat mee. Ja, gaat echt helemaal nergens over dus. Jij gaat mee. De andere kant langs. He's coming too. Roger that. Dat is een decoy. Dat is geen decoy. Oké, okay, dat scheelde weer niks. Subject on board. Leave the rest to us. Oké. Okay. En... Oh shit, niet doen. Niet vallen, jongen. Dat heb ik al een keer gedaan, de DC'er. Infiltration successful. Gewoon geduldig zijn. Gewoon langzaam zijn. Oh, kijk eens aan. Alle tasks. Hupsakee. Arrived at mother base. Alle tasks. Dikke bonus.
Even zien, revenue. Wacht even, previous. Waarom is dit keer 5? Of keer 0,5? Battery power. 5000. Dan krijgen we gewoon terug. Oké. Ik heb geen idee waarom het... Oké, maar we krijgen dus de battery power terug. Dus we kunnen eigenlijk altijd gratis en vernietigd een night vision goggles meenemen. Dat is wel fijn om te weten. Oké, even zien. Anti-air emplacement hebben we. Security guards with handguns, 5 stuks. Fulton, 5 stuks. In totaal 10 guards neerhalen. Dat is een dingetje. Oké, check. Nice. Welcome to the club. Oh, je kan de ruggen. Hopsakee. Security team leveled up. Staff assigned. En level down. Please specify a project. Oké, we kunnen een Sleep Zorn kampfpistolen kunnen we bouwen. Dat is wel heel gaaf trouwens. Kost wel heel veel geld. Ga ik waarschijnlijk nooit gebruiken. Dus. Ja, ik vind het wel best. Eens even kijken naar de construction. Hiervoor hebben wij nog nodig. Common metal en fuel resources. Dan moeten we dat maar kopen. Common metal, fuel resources. Wat hebben we? Pakweg 40 à 50.000 van elk. Oké. Kunnen R&D platform kunnen we upgraden hier? Zeker weten wel. Commencing platform construction. Nou, mooi. Hebben we dat alvast gedaan. Oké. FOB missions. Event points. Eens even kijken. We hebben mooi wat event points. We kunnen al deze weapon colors unlocken. Hebben we dat maar gedaan. Niks nieuws voor ons. Hopsa. Oké. Handgun. Deze handgun hebben we. Ik weet oprecht niet wat we daarmee moeten. Het is een gaspistool blijkbaar. En hij laat een gaskamer los. Ik heb hem nog niet heel erg effectief gevonden. Oké, we kunnen S-ranked staff kunnen we nu kopen. Met de punten die we nog hebben. Ik denk dat we beter voor de S... Ja, S+. Maar we kunnen ook gewoon S-ranked staff kopen. Heel veel. Unable to accept. You've reached the maximum capacity. Oké, moeten we eerst wat dudes ontslaan, zegt hij dus eigenlijk. Sure, we gaan eerst nog deze medical platform gaan we nog clearen. Dan hebben we alles gecleared. Commence mission. Deploying. Helemaal niks bij het escape, we moeten een S-ronde. Ik wil even kijken naar reflex mode, want ja, dat hebben we wel. We hebben er ook research in gestopt om reflex mode beter te maken. Jij had dat door. Dat mag niet. Analysis complete. Analysis complete.
Okay, dat zijn 5 dudes met een handpistool kapot. Speelde niks. Hij riep wel contact, maar hij had me volgens mij niet door. Nou, volgens mij hebben we nu precies ook 5 dudes gerecruit. Dus we gaan straight to the exit. Nou, we missen er een. Nou ja, boeien. Pakken we hier wel eentje op. Better check it out. Leave the rest to us. Heel goed. Check it out. Analysis complete. Clouds approaching. Oh shit. Okay, dat was niet zo best. Verdorie. Oké. Okay. Oh, er was zin in, hè? Oké. We gaan wel vaak knocken hier op deze manier. Oh jee. Hele lading dudes. Kom maar. Kom maar.
Dit wordt problematisch. Okay. Hebbes. Infiltration successful. Okay, we hebben nu zeg maar alle platforms één keer gedaan. Extraction arrived at mother base. Sommige wat succesvoller dan andere. We hebben er wel mooi rijk van. Elke keer een 500.000 winst. Legendary volunteer. Hopsakee. Oké. security settings. Ja. Basic settings. Preparedness level. Highest. Apply. All platforms. Advanced settings. All decks. Ja, we kunnen gewoon met zo laag mogelijke dudes. Ja, kijk dan. Dat is toch perfect. En dan long range, lethal. Apply to all platforms, all FOB's. Hops, oké. Okay. Kost ons ook geen dure mensjes. Dat scheelt weer. A plus dan. Ja, als we E pakken, dan... Oh, dat doet hij ook gewoon niet. Dan zegt hij over... Oh, dat mag wel, maar... Swimwear? Nee, ik wil geen swimwear. Off. Heel goed. Top. Ook weer ingezet. Hier gaan nog eventjes wat geld overheen. Ja, precies. Prima. Combat deployment. Network error. Oké. Combat deployment. Nu geen network error. Oké. We hebben 8 missies actief. Dat is ook het maximum volgens mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, een tiental. Oké, nice. Oké, FOB mission list. Ja, ik weet niet hoe we dit het beste kunnen doen eigenlijk. Als we gewoon een random FOB joinen. Bijvoorbeeld deze. Nou, die heeft... Die heeft hier een zwakke plek op zijn tweede FOB en dat is het Base Development Platform. Daar ben ik ook het meest mee bekend, dus ook het makkelijkste als je het mij vraagt. Hij heeft een lethal setup. We gaan eens even kijken of we hier iets mee kunnen doen. Character. Wil ik dan wel eventjes mijn sneaking suit. En dan is wederom de goedkoopste sneaking suits voldoende. Want het gaat ons puur om de zwartheid en om de voetstappen. Oké, we hebben onze rocket arm. Dus we kunnen mensen neernokken. We hebben de woo pistol. Ik zeg, commence. Ik zeg, wij kunnen dit gewoon. Enige nadeel is, dus we moeten langzaam zijn en we moeten niet gezien worden. Dat is het voornaamste. We mogen niet rushen. Alleen, er zit wel een timer. Dus we moeten wel een soort van rushen.
Laten we kijken hoe ver we komen. Of we überhaupt gezien worden. Als we helemaal niet gezien worden, kunnen ze ons niet opnieuw terug aanvallen. Het is geen retaliatory. Geen retaliation optie. Die dudes die hebben dus een fantastisch beveiligde meuk. Die kun je dus niet schieten. Oh wel, toch wel. Alleen recht op hun muil. Alleen precies recht op hun muil. Kost enorm veel kogels op die manier. Ja. Oké, we moeten eventjes de rocket arm gaan gebruiken, want dit schiet niet op. Hoe zwaar bewapend zijn deze jongens? Het zijn echt de slechtste dudes ooit. Oké, er is gelukkig mist. Ja. Yeah. I'm about to dead. Oh fuck. Oké. I am deaded. Try a little harder next time. Oké. Het punt is, om dit compleet te ghosten, moeten we het wel zo verdomde goed doen. Het idee, naar mijn idee, is dat we dus inderdaad die UAV's uitschakelen en de camera's uitschakelen. De dudes laten liggen, voor zover kan. En deze gast ook, die heeft echt belachelijk veel shit. Met alle platforms op max. Ja, gaan we niet doen. Heeft ook alle platforms op max. Niet alle platforms, hallo. Ja, de medical platform kan ik wel handelen, denk ik.
Sure. We sneaken bij deze gasten van de binnen. Hij heeft long range. Long range dudes. Oké, wat willen wij? Primary weapon? Nee. Secondary weapon? Niet helemaal. Oké. Hoe willen we dit doen? Die is goed, die moeten we houden. Willen we de Brennan om iemand voor zijn bakkers te schieten? Of fuck it, deze is goed. Ja, dat is ook goed. Tools. Dat is goed. Items. Cardboard box desert. Water resistant. En smoke. Nee, we gaan voor de gewone desert box. Die kost maar 100 piek. Dat is de moeite niet waard. Oké, commence. Nacht. We gaan vijanden maken vandaag. Bij andere spelers, FOB's. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB, and you can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Special alert. Oké, dus all units are on special alert. Oké, die konden we gewoon zo in zijn bakken schieten, dat scheelt. Oké, daar is een UAV. Moeten we eigenlijk eventjes een beetje ontwijken. If we can. Oké, we hebben al één dude voor zijn bakken geschoten. Hij heeft echt heel veel van die camera's. Daar word ik echt heel panisch van. Die ene dude die ligt plat. That's fine. Ook allemaal van die E-soldaten. Hè? Mensen die laten gewoon hun slechtste soldaten. Die houden ze ergens. En die stellen ze dan in op. Oké. Ja. Infiltration failed. Are you hurt? Try a little harder next time. Hoe dan? Echt waar, hoe dan? Ja. Ik ga de moeite ook niet meer doen, denk ik. Ik denk dat ik niet geknipt ben voor dit soort missies. het is mooi geweest, mensen. We hebben 2 uur gespeeld. Ik hou er voor nu mee op. Ik denk ook niet dat dit heel veel beter wordt. We gaan er eventjes een kijkje nemen op Mother Base. Even een douche nemen. Man. Ik denk niet dat ik het heel veel beter kan dan dit. Dit is heftig. Heftige shit. Ernstig heftige shit. Nou goed. Mensen, voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV.